Dit is een buxus. Deze buxus die heb ik in mijn bezit sinds 2008, dus is 8 jaar. Ik heb de boom in het verleden is een beetje gevormd. Maar er zat één heel groot mankement aan deze boom. En dat is namelijk dat de stam van bovenaf naar beneden toe vlak voor de grond smaller werd. Het is net als een soort fles op zijn kop. Nou, dus absoluut niet mooi. Dus ik had de boom aan de kant gezet. Ik heb er niet veel aan gedaan. Hij is dus eigenlijk één keer gestijld geweest. Meer niet. En ik heb zelfs nog geprobeerd om hem kwijt te raken, om hem te verkopen en zo. Maar ja, er waren geen liefhebbers voor. Dus op een bepaald moment denk ik, ja, dan moet er maar een oplossing komen. En die oplossing die is er als volgt. En is namelijk gewoon het gedeelte waar dus de stam smaller wordt, daarboven marketeren. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik heb deze boom vorig jaar, eind april, dus deze boom die is zo'n 10 maanden geleden gemarketeerd. Hij is de winter helemaal goed doorgekomen. Nou, zoals je weet, marketering met jonge wortels, die geef je in het algemeen geen voeding. Dus er begint nou een heel klein beetje een gele puntjes en een geel zoompje op het blad te komen. En dat komt eigenlijk omdat hij dus een beetje voeding tekort komt. Verder schadet de boom goed, want hij staat helemaal in knop. Hij begint dus bloemetjes te krijgen. Maar ja, die gaan er allemaal weer uit, want die gaan we er allemaal weer uitknippen. Nou, gaan we het volgende met die boom doen. Dus die marketering die moet afgezaagd worden. We moeten kijken in wat voor potje die terecht kan. En hij moet een beetje gestyled worden. Nou lijkt mij het verstandigste om hem eerst te stylen zoals hij nu is. Want groen moet er sowieso een hoop af. Dus ik ga eerst het groen terugsnoeien. Ik ga wat takken zetten. Wat overtollig groen, wat er te veel in zit, dan halen we eraf. Er zit ook nog wat een stukje dood hout behanden in, maar dat laat ik eventjes voor wat het is. En dan vervolgens, dan ga ik hem pas vrijleggen en oppotten en in een nieuw schaaltje zetten. Want hij heeft dus niet meer deze grote schaal nodig, hij kan in een klein schaaltje. Nou, dit wordt dus een kleine bonsai, hè? Dus dat wordt een shoeïn. Want dit gaat allemaal nog een stuk korter worden, dus hij komt gemakkelijk onder de 20 centimeter. Ik zal nog eventjes een fotootje laten zien. Ik heb wel foto's van de slechte vorm van de stam. En die zal ik laten zien. En zijn foto is van helemaal van het begin, vanuit 2008. Toen ik hem vrijgelegd had en de eerste foto's die ik ervan gemaakt heb. En ik heb nog een keer een foto gemaakt. Toen zat hij ook al in deze schaal. Alleen dan weet ik niet of je die stam goed kunt zien. Maar die fotootjes zoek ik ook op. En die laat ik dan nu even zien. Ik zal de boom nog eventjes inzoomen. En dan gaan we aan de gang. Nou, dit was de eerste opzet, was dit dus de voorkant. Dat zal waarschijnlijk ook wel blijven, want hij heeft hier verder binnen geen takken. Ik zal hem even ronddraaien. Er zit een mooie zijtak op hier. Hier aan deze kant heeft hij ook in de tussentijd al wat groen gekregen. Hier zit ook een wat dikker stuk. Hier zit wat grof hout aan. Dus in het verleden een tak, een ondertak die ik eraf gehaald heb. Nou, dit kan een stukje doodhout worden aan deze kant. Maar dat is voor later belang. Dus dit is een beetje de boom zoals hij er nu uitziet. Dan zal ik hem eens eventjes een stukje gaan uitdunnen.
Zo, nu kun je zien dat er nou nog een beetje over is. Hierachter zitten geen takken, dus moeten we hier iets in de top iets naar beneden brengen. Ja, we laten deze takjes er maar zo'n beetje allemaal in zitten. Anders hou je niks over. En dan later zien we wel weer wat er, als er iets gaat uitschieten, wat we moeten ontwikkelen. Gaan we een beetje bedraden. Buxus is behoorlijk stug. En dus takken laten zijn eigen, als ze ouder zijn, bijna niet meer zetten. Dit is nog een beetje te doen. Dus ik ga hier een 3 mm draad op zetten. Dat is behoorlijk stevig voor dit boompje. Nou, voor de eerste opzet, want na de hand die boom die gaat flink uitschieten, dus daar gaan we nog een hoop groen vanaf moeten halen in de toekomst. Ik ga hem nu laten, dit is gewoon zo'n beetje de eerste vormgeving, tot straks, tot ik de, als ik hem verpot heb, niet nog een hoop beweging in de schaal ga krijgen, waardoor dus de worteltjes kapot gaan. Dus vandaar, kijk, is dit nu gebeurd en nou kan ik gewoon in principe de markertering gaan vrijleggen, eraf gaan halen. Om vervolgens op te gaan potten. Dus dan zal ik eens eventjes het een en ander voorbereiden en dan film ik weer verder. Ja, er zijn natuurlijk ook wortels die doorgegroeid zijn. En die zijn dus de schaal ingegaan. Die zitten hier, die zitten dus vast. Maar ja, die trekken we gewoon los. Breken ze af is niet zo heel erg op, want er zit er genoeg op. Nou, hier zie je dus de plaats van de markertering. Deze kant is hier niet geworteld. Maar die boom die wortelt zijn eigen nog verder zelf. Verder is hij mooi verworteld. Daar heb ik geen klagen over. Dit stuk is ook waar de stam dun is, kun je zien. Dit hier wordt een stuk smaller, want hier is alleen de schors afgehaald. Dus dit was het smalle stuk. Ja, en dit is gewoon niet mooi in die boom. Nou, dan had hij die vreemde wortels die uit elkaar staan. Maar ja. Om hier nou te kunnen zagen, moet ik die wortels gaan beschermen. Dus moet ik eens eventjes kijken hoe ik deze omhoog ga houden. Anders kan ik dus niet met verzoen zagen. Dan zag ik de wortels er dan vanaf.
Ja, het is een beetje ongemakkelijk. Ik kan hooguit proberen zoveel mogelijk omhoog te houden. Maar dat zal niet altijd gaan lukken. Misschien is het beter om hem door te knippen met een grote schaar. Dan kan ik eventueel gecontroleerd knippen. Buxus is erg hard. Ik zeg al, buxus is erg hard. Die gaat er niet in. Ja, die gaat er wel in, maar die gaat er niet doorheen. Ja, gelukkig blijft hij hier aan de bedrading hangen. Maar hij is eraf. En nou, 2-3 worteltjes. Dus dan hebben we een mooi klein boompje. Moeten we nog even schaaltjes zoeken. Het liefst wat ik zou doen is in zo klein mogelijk schaaltje. En dat had ik eigenlijk een beetje in gedachten. En dat was dan dit schaaltje. Eigenlijk groot genoeg. Alleen heb ik één nadeel. Deze wortels die zijn niet stabiel. Ik kan hier geen spandraden. Ik zit er wel 4 gaatjes in. Maar ik kan geen spandraden over deze wortels heen leggen. Dus dan moet ik spandraden over de grond. Dat zou ik dus kunnen met die takken die erop zitten. Die dode. Die zou ik kunnen gebruiken voor hem tegen te houden. Maar ja, omdat het schaaltje erg klein is. Nee, denk, doe ik toch maar niet. Heb ik een volgend schaaltje gevonden. Ook heel aardig. Hier zou die heel ruim in staan. Maar het heeft hier één voordeel. Ik heb 3 gaten. Een beetje uit het midden zetten. En ik boor van onder door het drainagegat. Zet ik een boor erin. Een boortje, een schroef met een ring. En dan trek ik de boom vast. Dan heb ik geen spandraden meer nodig. Dit maakt niet uit, want dit stuk wat hierin zit, van zo'n centimeter of 2 nog, dat gaat toch wegrotten. Dus daar mag rustig een schroef in zitten. Nou, daar heb ik eventjes rondgezocht. Dan heb ik een messing schroef gevonden en een messing ring en die zet ik er van onder tegenaan en schroef ik hem vast. Dus dat gaan we doen. Nou, dan halen we eerst even het draadje eraf waar hier het matje vasthoudt, want dat hoeft niet. Kijk, maar dit is een lange streep. Hier heb ik de schroef. En hier heb ik het boompje. Ik ga eens een beetje kijken hoe we hem ongeveer erop gaan zetten. En dan gaan we hem van de onderkant eens aanpeilen waar die ongeveer zit. Dan gaan we een draadje door het gat hierheen halen.
Zo, dit staat nou helemaal vast. Je kunt er maar gewoon mee oppakken. Kijk, en dan heb ik het draadje, want dit zat aan het matje. Ja, dan gaat trekt hij gewoon omhoog. Dus heb ik hem even aan die schroef vastgezet. Dus dit is de schroef. En het draadje hier naartoe. En dan zit het boompje zo goed als vast. Ja, hij moet een heel klein beetje nog eigenlijk overeind, maar dat zit er op het ogenblik niet in. Dus we laten hem gewoon zo staan. Het ding moet toch binnen een jaar weer verpot worden, want het schaaltje is te groot. Maar deze ruimte die krijg je nu om dus door te kunnen gaan gooien. Nou, dan gaan we er akadama in doen met een heel klein beetje kirio. En dan zal ongeveer 3/4 akadama zijn en 1/4 kirio. Dat doen we om dus de vochtigheid in de schaal te garanderen. Want als ik te veel kirio ga toevoegen, dan wordt het gauw te droog. Ik zal dit nog eventjes van dichtbij laten kijken. Dit is het schaaltje zoals je nu erin zet. Dus de onderkant, de draad, de pin en de schroef. Nou, dan zit hier dus het hout, een centimeter of twee. Dit gaat op den duur wegrotten. Kijk, en dan moet ik hieronder. En hieronder moet ik de akadama doen. Tot die dus op de akadama liggen. Nou, en dan verder zal het schaaltje voor het eerste jaar fungeren als trainingspot. Zo, dit is het eindresultaat nu van de buxus. De buxus die we dus de marketering dus afgezaagd hebben, opgepot, vastgezet. Ja, en dan moet de boom zich nog verder ontwikkelen. Ik zal hem nog heel eventjes een klein beetje omdraaien. Blaadjes die staan omdat er nou de takken gedraaid zijn, die liggen nog plat, maar die moeten zich naar het licht gaan richten. Maar dat komt nog wel. Er kan nog hier en daar een takje een beetje verzet worden, een beetje verdraaid worden. Maar in ieder geval, het is de bedoeling dat er nou het een en ander aan groei opkomt. Tot de boom natuurlijk ook een klein beetje voller wordt, dus een beetje meer ook als een buxus eruit ziet. Ik hoop dat het resultaat naar tevredenheid is, wat jullie verwacht hadden. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.